En we besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen 9 september. Gedurende de avond en nacht zal het droog weerbeeld dominant zijn. Aan het eind van de nacht ontwikkelt er op enkele plaatsen nevel, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen blijft het voornamelijk droog. In de late middag komen op enkele plaatsen mogelijk lichte tot matige buien voor, soms met onweer en windstoten. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 9 september de gevoelstemperatuur hoger zal liggen dan de verwachte maximale temperatuur.